Hallo. Hey. We hebben bij een nieuwe sushi besteld. Tot hier, alsjeblieft. Doei. Kom nu later. Deze dag gaat niet helemaal volgens plan. Ik vond net deze hele mooie jas. Echt heel leuk, vind ik hem. Vegan hotdogs uitproberen. Hey, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Elke zondag upload ik een vlog. Soms is het een weekendvlog, soms is het een weekvlog. Het ligt een beetje aan de week. Ik ben me nu aan het klaarmaken. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ja, je ziet het goed. Dit is super dure foundation die Romana op de grond heeft laten vallen. En nu moet ik dus steeds zeg maar zo mijn foundation pakken. Dus lekker beginnen, hè? Dit zijn echt mijn nieuwe favoriete oorbellen. Kijk. Ze zijn van Ana Luisa. Ik heb wel eens eerder met hun samengewerkt. Echt zo mooi. I love it. Het is een beetje zo vierkant. Vierkante vibe. Ik heb dus wat meer items van hun ontvangen. Even een kleine sieradenrol. Echt zo leuk. Het komt ook altijd in van die super schattige zakjes. Ik vind hun echt een topmerk. Ze zijn ook heel erg bezig met duurzaamheid. En ze verzenden alles groen. En op een ethische manier wordt het gemaakt. Oh, mooi. Het is een kettingje. En wat ik echt top vind aan dit merk is dat hun sieraden echt een hele goede kwaliteit hebben. En dat, want soms heb je toch dat die kleuren vervagen. Dat vind ik echt helemaal niks. Pretty. En dan nog deze erop. Het geeft toch echt zo'n touch, zeg maar, aan je outfit. Dus stel je voor, je hebt zo'n simpele zwarte sweater. En dan met van die gouden details. Dat vind ik echt gewoon, ja. Ja. Weet je, soms heb je gewoon van die simpele hoops nodig. They look good attached to me, even better attached to you. Ah, ook echt super leuk om dit als cadeau te geven. Het ziet er echt vet nice uit. Zoals jullie weten komt Black Friday eraan. Spannend! En zij hebben heel veel kortingen op dit moment met Black Friday. Ik zal dat linkje hieronder in de beschrijving zetten. AnnaLuisa.com/Romane. BF van Black Friday. Dus dit is me toch een vibe. I love it. Dan heb ik nog een laatste zakje. En daar zit deze super mooie ring in. Look at her. Deze kan je gewoon op maat, zeg maar, maken. En dan hoef je dus niet te kutten met de ring size. Echt leuk, want het lijkt een beetje op een soort van maansteen. Dat was even de kleine unboxing. Mocht je nou benieuwd zijn wat ze nog meer voor sieraden hebben, het linkje staat dus in de beschrijving. En de kortingslink staat ook in de beschrijving. Dus, you're welcome. En nu aan het werk. Let's go. God. We hebben elkaar zo lang niet gezien. Het is belachelijk. Heel lang. Vegan grillworst. Dat is dus nieuw. En ik ben zo'n persoon die altijd grillworst en het liefst nog met kaas erin het allerlekkers vond. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ze hebben dus heel veel nieuwe vegan dingen bij. Ja. Het huidige assortiment met 75% gaan vergroten met vegan dingen. Woejo. Ja. Woejo, ik ben echt benieuwd. Ja, en ik had al dit gekocht. Deze is ook heel lekker. Ja, kips. Vind ik ook. Snijworst. Ja, vind ik ook lekker. Dit is echt heel lekker. Het is avocasia grill. Gegrilde groenten. Een van de eerste verhuislogs hebben gezien. Daar had ik dus deze planten standaard gekocht. En het was op een vintage sale. En hier kan je dus van die plantjes in. Heel cute. We hebben hem nu even hier gezet. Geen idee of ik hem überhaupt ga bewaren. Op zich staat het wel cool of zo. Anders ga ik hem verkopen. Ik had hem toen voor 65 volgens mij. Kocht. Nou, ga jij even lekker jouw outfit even? Ja, en we gaan verder luisteren met Dans met Bra. Dans met Bra. Dans met Bra. Wat? Dans met Bra. Dans met Bra.
editen. Vet chill. Nu heb ik tenminste een edit buddy. Dus even de wijn koud zetten. Dat waren we even vergeten. Nou, helemaal cozy. Yummy. We hebben bij een nieuwe sushi besteld. Bij Mr. Sushi. Oh. Het ziet er heel goed uit. Nou. Tot hier, alsjeblieft. We zijn onderweg naar het plantaal. Breathe me out. Het zou ook wel leuk zijn als we konden zingen. Jongens, wat als ik zo'n kleintje neem? Deze is 7 euro. Kom niet laten. Hoe cute is deze? Deze 3 euro. Wat is dan wel een kleine plantenhal dan Ja, heel klein. Nou, vertel maar even mee wat er is gebeurd. Het was niet leuk. We kwamen bij de plantenhal. Nou, eerst dachten we, wow, groot. Want het ziet er heel groot uit. Ja. We waren bij Bergse Hoek. En ja, er was gewoon helemaal niks. Ja, er waren wel veel kerstbomen en kerstdingen. Maar er was dus een hele hal van de verschillende hallen. Allemaal kerstbomen, kerstdingen. Dus misschien hebben de planten ervoor gemaakt. Ja, en vroeger stonden daar dus die yucca's en zo. En nu zag ik een paar plantjes als weg. Geen grote planten ook eigenlijk. Ja, die yucca's zag ik. Ja, maar dat is middelmaat. Ja, die waren niet, zo. Niet. Ja. Nee, dus nou, dat was gewoon echt disappointing. We zijn 25 minuten onderweg. En nu gaan we weer 25 minuten terug. En dan gaan we naar een kringloop. Rattenplan. Ik ben aan de IJssel. Nou, heel leuk. Ondertussen zoeken we ook nog wat te eten. Er wordt ook nog een dingetje. Maar we houden de moed erin. Want soms gaat het leven niet zoals gepland. En dan moet je er toch best wel van maken. Heel diep, bro. Dus dat doen we nu. Wij zijn bij de kringloop. We hebben net gegeten. We hebben deze vieze... Choco, weet je? Cakepops. Nee, wij dachten dat het cakepops waren. Ja, maar het zijn popdots. Maar was niet lekker. Deze dag gaat niet helemaal volgens plan. Nee. Ik heb wel kimchi gevonden. Nou ja, en mee. Heel lekker. Als je die hebt bij de appie. Kimchi. Very nice. En dan met fried rice. Ik weet niet of jullie deze kringloop herkennen. Maar hier heb ik mijn dressoir gekocht. En dit was dus in de verhuisvlogs. Ik ben nog nooit bij de kleding geweest. Dat is ook wel leuk om even te kijken. Dus nu neem ik Emmé hiermee naartoe. Ik hoop dat ze het wat vindt. Oh, dat vind ik helemaal leuk dit. Wow, kijk deze theepot. Heel mooi. I'm obsessed. I know. Lief. Ja, dit vind ik altijd een beetje eng. Hier ook naar van. Nee. Oh, hier hebben ze ook van die mooie flessen, hè? Ja, pretty. Kijk, mooi. Heel nice, 40 euro. Nou... In deze kringen. Ja. Hier zijn meer stoelen en dan hier heb je dan nog kleding. Ik ben wel benieuwd naar de kleding. Wat is er nog niet geweest? Kijk hoeveel. Ik dacht even dat het een vrouw daar was. Dat ook. Ja. Nou, er hangt echt bijna niks, joh. Kijk, is helemaal leeg. Die kledingrekken, joh. Er is dan nog een gala jurkje. 4 euro. Lekker bij de pool. Best leuk, deze. Lekker oversized. Kooltje. Ja. Maar lijkt wel een beetje wat je nu precies aan hebt. Ja, maar dit is een jurkje. Is dat niet een jurk voor jou? Nee. Truitje. Is een schuif. Ik vind wel een mooie kwaliteit hoor. I like it. Ik zie net deze lange sweater dress. Weet je wat ik zeg maar nu aan heb, maar dan in het zwart. En hij is dus iets langer. Heel zacht. En van Esprit. Dus dat is nice. Dan ga ik dit nog even passen. Ik vond net deze hele mooie jas. Ik dacht van pas hem even. Jongens, ik heb de jurk aan. Echt heel leuk vind ik hem. Hij is lekker lang. Ik heb nu zeg maar...
een jurk aan die echt tot hier komt ongeveer. En hij is zo comfy. I love it. Ik heb de trui aan. Geleden kon het niet mooi zitten. Dus dat is wel jammer. Het is gewoon bijna, het is wel echt een jurk. Ik dacht het is een oversized trui. Maar het kan gewoon bijna als jurk. Ik moet zeggen dat ik de detail wel heel mooi vind hier. Die strepen, maar... Nee, die kool is... Wie herkent, als je mijn video al een tijdje kijkt, deze brug? Oh my god, zo gek. Nou, hier woonde ik dus vroeger. We gaan mijn fiets ophalen die hier al 3 maanden staat. Hopelijk. Hopelijk. Dus ik ben een beetje zenuwachtig, want ik hoop echt dat hij er nog staat. Is hij weg hoor? Ik weet het niet. Oh, en mee, en mee. Hij staat er! Fietssleutel bij je? Ja. Oh. Oh, ik ben zo blij. Thank you. En we zijn weer naar huis. En er kwam ondertussen een pakketje voor me. Dus... Hoi, Romane. Namens Love Beauty en Planet Theory hier bij de Ocean Edition Line. Plastic vervuiling vormt een grote bedreiging voor ons ecosysteem en het leven in de zee. Daarom heeft Love Beauty en Planet fles gemaakt van 100% ocean-bound plastic. Echt vet veel. Een hydrating conditioner. Body lotion, shower gel. Ik ben echt trouwens benieuwd hoe het ruikt. Oh, dat ruikt echt super fris. Hydrating shampoo. En dat is het. Nice. En echt leuke bottles ook. Ik gebruik op dit moment deze twee. Dit is met Shea Butter en Sandalwood Oil. Happy and Hydrated Shampoo. En dan deze conditioner, Coconut Water. En al ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb zin om als avondeten de vegan hotdogs uit te proberen. En ze zeggen dus dat deze heel erg lekker zijn. Ik ben heel benieuwd. Dit is een veganistische hotdog gemaakt van 50% water, ui en wortel. Ik heb bolletjes gekocht. En dan kan ik het morgenmiddag ook nog eten. Dat is wel handig, want ik ga natuurlijk niet, hoeveel zitten erin? 5 hotdogs maken. Ik heb ketchup en ik heb deze vegan mayo. Deze is echt heel erg lekker. Terwijl de vegan hotdogs aan het koken zijn, ben ik een stukje aan het lezen uit dit boek. Trust Life van Louise Hay. Eén van de beste boeken. En het is gewoon heel leuk, want ze zijn zeg maar per dag staat er dus een tekst in. En vandaag vond ik het zo mooi. Het is vandaag 12 november. Stay centered and love who you are. Know that you really are a divine, magnificent expression of life. No matter what is going on out there, you are centered. You have a right to your feelings. You have a right to your opinions. You just are. Work on loving yourself. Work on opening your heart. Sometimes it's scary to do that because the answers you get inside may be quite different from what your friends want you to do. Yet you know inwardly what is right for you. And if you follow this inner wisdom, you are at peace with your own being. Support yourself in making the right choices for yourself. When you're in doubt, ask yourself, am I coming from the loving space of my heart? Is this a decision that is nurturing for me? Is this right for me now? The decision you make at some later point, a day, a week, or a month later, may no longer be the right choice, and then you can change it. Ask in every moment, is this right for me? And say, I love myself and I'm making the right choices. Ik zal ook eventjes een linkje zetten van dit boek in de beschrijving. Zo, dit zijn echt de beste vegan hotdogs die ik tot nu toe heb geproefd. Kijk.